een raadsheer moet de wet en grondwet onderhouden, nakomen en onderhouden. Dat we zeggen, ook om het zo te zeggen, doen als het nodig is aan, ik zou willen zeggen, rechtsvorming. Een medewerker moet alleen maar eerbiedigen. En dat is het grote verschil. Als je kijkt naar de toeslagenaffaire bijvoorbeeld, daar had je recht dat je eigenlijk te veel eerbiedigde en te weinig dachten in de geest van de grondwet. En als je dus een eed aflegt dat je alleen maar eerbiedigt, dan doe je als rechter eigenlijk, de rechtsstaat vind ik tekort, als je alleen maar de wet eerbiedigt. Dat is je eed geweest. Maar hoeveel mensen doe je tekort als je allemaal zaken weer opnieuw gaat openzetten? De familie... Terechte vraag van Johan. En ik begrijp die vraag helemaal. Het is een vraag die eigenlijk heel Nederland stelt. Ik bedoel, de familie Verstappen en anderen die zo'n gigantisch treurig proces hebben doorlopen, dat het opnieuw zou moeten. Waar het voor mij om gaat is, we moeten voorkomen dat uiteindelijk er een soort hellend vlak ontstaat. Als je hier zegt, dit vinden we goed, ja. Ja. Wat dan? Ik bedoel, de volgende keer is iemand helemaal niet beëdigd. Ja, maar goed, hij is wel jurist. Waar trek je een grens? Mijn standpunt is, helderheid is ook belangrijk. Niet goed beëdigd is niet beëdigd. Niet beëdigd is niet bevoegd. Die bevoegd is geen goede uitspraak. Geen goede uitspraak wil zeggen, nieuwe. Dus heropenen van de zaak Verstappen. Heeft u contact gehad met Jos B? Ik bespreek alles met mijn cliënt. En dit is ook een belangrijk punt, inderdaad, van het overleg. Ja. Goed, we houden het.